kunnen we op laten nemen. Geachte aanwezigen, welkom hier in de aula van de Universiteit Maastricht en elders online. Mijn naam is Annemie Scholz, ik ben decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht en vandaag prorector van deze academische zitting, waarin professor Miranda Schram haar oratie zal houden. En dat is ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar diabetesepidemiologie binnen onze faculteit en ingebed in het onderzoeksinstituut CARIM. Na afronding van haar master biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden volgde Miranda een postdoctorale training bij de VU in Amsterdam. Daar zette ze ook haar eerste schreden op het terrein van de epidemiologie van type 2 diabetes complicaties. Met wetenschappelijk onderzoek waarop ze promoveerde in 2004... bij professor Koen Steehouwer. De epidemiologie had haar hart veroverd en daar verdiepte ze zich stap voor stap verder in door middel van cursussen en postdocs op verschillende locaties in het westen en het midden van het land. En toen maakte Miranda in 2008 de overstap naar het zuiden, om met al die kennis en ervaring een grote nieuwe uitdaging aan te gaan. Een uitdaging waarbij haar organisatorische en wetenschappelijke talenten samenkwamen. De Maastricht-studie. Die uitrol daarvan ging niet vanzelf. Er waren ook best wel wat sceptici, intern en extern. Waarom weer zo'n grote cohortstudie? Waarom deze opzet? Waarom duurt het zo lang voor die data uiteindelijk beschikbaar zijn om te analyseren? En zo meer. En mede dankzij de daadkracht en de vastberadenheid van Miranda is er heel veel bereikt. En nu staat er een fraaie infrastructuur. In het begin, in de rol als projectleider, heb je de logistiek met name opgezet. En dat was eigenlijk met een handjevol mensen van projectmedewerkers en promovendi. En dat team is enorm uitgegroeid. Na een heel aantal jaren als karttrekker van de Maastricht-studie heeft Miranda dat stokje op een bepaald moment overgedragen aan Carla van der Kalle. Want ze wilde zich weer wat meer met wetenschap bezighouden en daar ga jij vast dadelijk meer over vertellen, denk ik. En toch begon het onlangs organisatorisch weer te kriebelen bij Miranda. In haar brede netwerk zag ze dat het ook bij andere Nederlandse cohorten niet alleen maar halleluja was. En dat alle worstelden met bijvoorbeeld een duurzame financiering. Om die infrastructuur in stand te houden, maar ook verder uit te bouwen. En daarnaast zijn er ook in toenemende mate ziektebeeld, discipline en domeinoverstijgende vraagstellingen en analysemethodieken die eigenlijk vragen dat er nog grotere datasets gecreëerd worden. Dus vroeg Miranda zich af, zou er eigenlijk niet meer samengewerkt moeten worden in Nederland? En jawel hoor, dat was de geboorte van NCC, het Nederlands Cohortenconsortium. Een lovenswaardige bundeling van krachten onder aanvoering van Miranda. Maar die werklust, die kan je natuurlijk niet alleen opbrengen en in stand houden. Miranda omringt zich in een warm nest met zeer loyale collega's en ziet ook het belang van het stabiel en gelukkig thuisfront. En daarom is het gezin, na jaren in Gulpen te hebben gewoond, toch weer naar het westen van het land verhuisd om dichterbij de familie te zijn. Miranda, met de combinatie van een part-time aanstelling bij het Maastricht UMC Plus en een andere bij het Erasmus UMC, heb je voor de komende jaren een mooi nieuw evenwicht gevonden, wat ik je van harte gun. Graag geef ik jou nu het podium.
Hij doet het? Ja, hij doet het. Geachte prorector, professor Scholz, decaan van de Faculty of Health and Medicine en Life Sciences. Geachte vertegenwoordigers van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en de Raad van Bestuur van het MUMC+. Geachte collega-hoogleraren, wat leuk dat er zoveel zijn. En lieve vrienden, collega's en familie, van harte welkom. Wat geweldig om te zien met hoeveel jullie hier naartoe zijn gekomen. Sommigen van ver weg, sommigen van wat dichterbij. Om mijn oratie met de titel Zoete Inzichten te volgen. Zoete, dat verwijst natuurlijk naar diabetes. En de inzichten, ja, dat zijn natuurlijk de wetenschappelijke inzichten die mijn werk zo interessant maken. Wij onderzoekers zijn nieuwsgierige mensen. Steeds op zoek naar nieuwe inzichten. We zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. We willen die beter begrijpen en waar dat mogelijk is, aanzet geven tot verbetering. En hoe kun je dat ten aanzien van gezondheid beter doen dan te kijken, te observeren naar de mensen om je heen? Niet alleen op één moment in de tijd, maar gedurende de hele levensloop. Als je kijkt, dan zie je meer, placht mijn schoonvader te zeggen. En hoewel dit citaat komt van een tekenleraar, is het voor 100% van toepassing op epidemiologisch onderzoek. Epidemiologen observeren mensen om beter te begrijpen waarom de een gezond veroudert en de ander ziek wordt. Om te zien welke factoren van invloed zijn daarop en wat de mechanismen zijn achter het ontstaan van ziekte. Epidemiologisch onderzoek is een belangrijk instrument om te begrijpen hoe het zit. Wat is de oorzaak en wat is het gevolg? Door in bevolkingsonderzoek mensen te volgen over de tijd, verzamelen we veel informatie over factoren die spelen voordat mensen ziek worden. Het geeft inzicht in de oorzaken van ziekte. En dat is hard nodig in deze tijd waarin de druk op de gezondheidszorg alleen maar toeneemt en we echt een verschuiving nodig hebben van zorg naar preventie. Om dit te realiseren is nieuwe kennis over het ontstaan van ziekte essentieel. Maar wat is dat nou eigenlijk, epidemiologie? Het beroep epidemioloog is sinds de coronacrisis wel bekend. Maar epidemiologie beperkt zich niet alleen tot infectieziekten. Het gaat ook over chronische ziekten, bijvoorbeeld diabetes. Ik geef u een korte definitie. Epidemiologie is de medische wetenschap die de frequentie van ziekte bestudeert, met als doel een beter inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen van deze ziekte. Wij tellen, dat is die frequentie, en we onderzoeken de onderliggende etiologie. In de epidemiologie worden een aantal kernbegrippen gebruikt, die ik even met u wil doornemen, want dan heeft u ze vast een keer gehoord. Diagnose, wat is de diagnose van een ziekte? Hoe stellen we vast of iemand ziek is? De etiologie, wat is de oorzaak van een ziekte? Wat zijn de mechanismen die de achtergrond vormen van een ziektebeeld? De prognose, wat is het natuurlijke beloop van een ziekte? En de therapie, hoe kunnen we behandelen? Hoe kunnen we ingrijpen om de ziekteprogressie te verminderen? Ik zal deze begrippen stap voor stap doornemen aan de hand van diabetes, maar dan heeft u alvast een keer gezien. In het onderzoek naar de oorzaken van ziekte maken we gebruik van de empirische cyclus. Die staat hier weergegeven. Het begint met een hypothese, gebaseerd op de theorie uit de literatuur. Vervolgens observeren we, verzamelen data, die data analyseren we en daaruit trekken wij conclusies. Maar wat een inzicht is van de afgelopen jaren, is juist de vervolgstap. Die conclusies willen we graag middels translatie en implementatie vertalen naar toepassingen in de klinische praktijk. De onderzoeksbevindingen willen we vertalen naar preventie en zorg. Alleen dan maken we maximaal gebruik van de opgedane kennis uit deze empirische cyclus. Voor epidemiologisch onderzoek is ook een goede infrastructuur nodig. Een infrastructuur waarin het verzamelen van kwalitatief
goede onderzoeksdata centraal staat. En het opschonen van deze data wordt gerealiseerd en de data vervolgens gemakkelijk beschikbaar komen voor wetenschappelijk onderzoek. Ik kom daar later op terug. Maar eerst wil ik u voorstellen aan Marlies. Marlies heeft type 2 diabetes, een chronische ziekte waarbij de glucosehuishouding in de war is. Het kenmerkt zich door hoge glucosespiegels, maar soms ook lage glucosespiegels in het bloed. Daar komt ook de naam suikerziekte vandaan. Grosso modo zijn er twee typen diabetes. Type 1 diabetes, dat ontstaat vooral op jonge leeftijd. En ook type 2 diabetes, wat op oudere leeftijd ontstaat. Die laatste groep is veruit de grootste. 90% van alle diabetespatiënten heeft type 2. En daar spits ik mij in deze reden ook op toe. Vroeger werd dit ook wel ouderdomssuiker genoemd, maar daar is vandaag de dag geen aanleiding meer voor. Vanaf de leeftijd van 40 jaar loopt de prevalentie van diabetes op. Op dit moment zijn er naar schatting 1,1 miljoen mensen in Nederland met diabetes. En dit is waarschijnlijk een onderschatting van de echte prevalentie, want diabetes wordt vaak pas heel laat ontdekt. Het kan wel tot 8 jaar duren voordat de diagnose wordt gesteld. Die diagnose die wordt gesteld door het afnemen van bloed. Zijn de glucosewaardes 2 keer op rij te hoog, dan wordt de diagnose gesteld. Bijzondere aandacht behoeft de groep met prediabetes. Dit is het zogenaamde voorstadium van diabetes, waarbij de glucosewaardes wel al zijn verhoogd, maar nog niet de diagnostische criteria bereiken. Ik kom hier later nog op terug. Terug naar Marlies. Haar diabetes kondigde zich aan met vage klachten die al jaren bestaan. Ze heeft last van vermoeidheid, veel dorst, veel plassen, slecht genezende wondjes en ze is wat gevoelig voor infecties. Die klachten worden veroorzaakt door de hoge glucosespiegels. Veel dorst en daarna veel plassen is bijvoorbeeld een poging van het lichaam om al die suiker weer kwijt te raken. Maar wat zijn nu de oorzaken van diabetes? Wat is het mechanisme? Een belangrijke risicofactor, een etiologische factor dus, voor diabetes is obesitas, overgewicht. In Nederland is ruim 50% van de Nederlandse volwassenen te zwaar. De groep die risico loopt om diabetes te ontwikkelen is dus heel groot. Dit wordt geïllustreerd met het filmpje hier achter mij, met gegevens uit de Verenigde Staten. Aan de ene kant ziet u het percentage mensen met obesitas in de verschillende staten en hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen obesitas hebben. Aan de andere kant ziet u het aantal mensen met diabetes, ook in percentages weergegeven. En wat u ziet is dat de obesitas-epidemie in de VS wordt gevolgd door een diabetes-epidemie. En wat u hier ziet speelt zich zo ongeveer 10 jaar geleden af. En dat is wat zich op dit moment in Europa afspeelt. Toch krijgt niet iedereen met overgewicht diabetes. De een is meer gevoelig voor het ontwikkelen van diabetes dan de ander. Maar als er geen overgewicht zou zijn in de algemene bevolking, wordt circa 50% van de gevallen van diabetes voorkomen. U begrijpt dus dat het terugbrengen van overgewicht van cruciaal belang is voor diabetes. Maar u weet misschien ook wel, al dan niet uit eigen ervaring, hoe moeilijk het is om gewicht te verliezen of je gezonde gewicht te behouden. Naast overgewicht zijn er nog een aantal andere leefstijlfactoren van belang. Bijvoorbeeld te weinig lichaamsbeweging, roken en ongezonde voeding. En ook de combinatie van deze factoren. Het inzicht hier is dat de kennis over de prevalentie van diabetes hard nodig is om de schaal van het probleem te herkennen en te erkennen. Hiervoor is goede data over diabetesprevalentie noodzakelijk. Verder verschilt de gevoeligheid van deze ziekte van mens tot mens. Het stigma, eigen schuld, dikke bult, je bent te dik, dus je hebt diabetes, is dus niet waar. Er zijn vele mensen met overgewicht die geen diabetes krijgen. We gaan weer even terug naar Marlies.
Zij begon haar behandeling, de therapie, met het leefstijladvies om meer te gaan bewegen en gezonder te eten. Dat laatste met de hulp van een diëtist. Dat bleek al snel onvoldoende te zijn. Daarna werd de behandeling met metformine-tabletten ingezet. Die behandeling is vooral gericht op het goed reguleren van de bloedsuikerwaardes, met als doel om de complicaties van diabetes te voorkomen. Die prognose van hoge glucosespiegels is namelijk klassieke complicaties van diabetes. Schade aan hart en bloedvaten, de ogen, de nieren en de zenuwen. Maar toch wordt steeds duidelijker dat het hierbij niet stopt. Mensen met diabetes hebben ook een verhoogd risico op andere chronische ziekten. Er is bijvoorbeeld een verdubbelde kans op het ontwikkelen van een depressie of van dementie. Waardoor dit wordt veroorzaakt is niet volledig bekend. Al lijken gezamenlijke risicofactoren zoals roken, een niet goed gereguleerde glucosewaarde en overgewicht een rol te spelen. Misschien zijn er wel gezamenlijke risicofactoren, een zogenaamde common ground, waarbij deze risicofactoren zowel een rol spelen bij het ontstaan van diabetes als bij depressie of dementie. Maar hoe dan precies? Daarvoor moeten we een kijkje nemen in de hersenen. En dat is niet eenvoudig, want de hersenen worden beschermd door een flinke schedel. Maar met geavanceerde MRI-technieken kunnen we toch door die schedel heen kijken om de hersenen te bestuderen. En dat is precies wat we hebben gedaan in de Maastricht-studie. Wat u hier ziet zijn MRI-beelden van de hersenen. We kijken ongeveer de hoogte van het voorhoofd naar een dwarsdoorschede gemaakt met de MRI. Dit zijn scans van 3 verschillende mensen. En de buitenste witte rand die u ziet, dat is de schedel. En daarbinnen ziet u in het grijs de hersenwindingen die we kunnen bestuderen. En in het midden, die zwarte vlekken, dat zijn de hersenkamers, die zijn gevuld met vocht. De buitenste rand van de hersenen, daar zitten de hersencellen, de neuronen. En die hebben lange uitlopers die naar de rest van het lichaam, maar ook naar andere hersengebieden lopen. En tussen de buitenrand om, daar zitten de verbindingen en die noemen we de witte stof. En in de witte stof hier ziet u bij die rode pijltjes een beetje witte vlekken. Dat worden witte stoflesies genoemd. Dit zijn kleine afwijkingen in de hersenen die vooral de verbindingen tussen de hersenen lijken te beschadigen. De gedachte is dat deze daar komen door gebrek aan zuurstof. Een zuurstof die wordt door de allerkleinste bloedvaatjes aangeleverd aan de hersenen. Als die allerkleinste bloedvaatjes niet goed werken, ontstaat er dit soort schade. En die schade herstelt zich niet vanzelf. U kunt dit beschouwen als eindorgaanschade aan de hersenen. En het hebben van zulke witte stoflesies is gerelateerd aan het ontstaan van dementie en ook depressie. Wat we in de Maastricht-studie hebben gedaan is vergeleken hoe deze witte stoflesies voorkomen bij mensen met en zonder diabetes. En wat blijkt, bij mensen met diabetes komen meer witte stoflesies voor. En belangrijk om te vermelden, de groep mensen met prediabetes, dat voorstadium van diabetes, die zitten precies tussen de mensen met en zonder diabetes in. Dus zelfs bij de mensen met prediabetes zien we al meer schade in de witte stof. Is die schade in de kleine bloedvaatjes in de hersenen misschien een common ground, een gemeenschappelijke oorzaak, waardoor mensen met diabetes meer kans hebben op depressie en dementie? Werken de ziektemechanismen elkaar hier in de hand? Het inzicht is hier dat hetzelfde ziekteproces, schade aan die kleine bloedvaatjes, zowel bij diabetes als dementie en depressie relevant is. Maar ook dat deze schade al zichtbaar is bij prediabetes. En daarmee is prediabetes dus niet zo onschuldig als het lijkt. Een licht verhoogde glucosewaarde geeft al schade aan de kleine bloedvaatjes in de hersenen. Met een nog meer geavanceerde MRI-techniek kunnen we ook de connecties tussen verschillende hersengebieden in kaart brengen. En u ziet daar hier een voorbeeld van. Die geel gekleurde binnenkant geeft de witte stof weer.
Daar lopen de verbindingen tussen de hersengebieden en u ziet er razendsnel allerlei signalen doorlopen. Met behulp van deze techniek vonden we in de Maastricht-studie dat het aantal verbindingen tussen de hersengebieden bij zowel diabetes als prediabetes lager was dan bij mensen zonder diabetes. U kunt zich voorstellen dat als bepaalde hersengebieden of hersenverbindingen er niet zijn, dat de signalen die over en weer worden gestuurd er langer over doen. De signalen volgen een omweg en de verwerkingssnelheid is lager. En dat is ook precies wat we zien bij type 2 diabetes. De weg die een signaal bij type 2 diabetes moet afleggen is langer dan bij mensen zonder diabetes. En mogelijk verklaart dit ook waarom we zien dat de cognitieve verwerkingssnelheid bij mensen met diabetes lager ligt dan bij mensen zonder diabetes. Dus als het een goed onderzoeker betaamt, even een kanttekening bij deze bevindingen. Over oorzaak en gevolg. Vooralsnog betreft dit cross-sectionele data die op één moment in de tijd zijn gemeten. Zeg maar hier. Dus of dit ook een gevolg of een oorzaak is, moeten wij nog verder onderzoeken. Gelukkig worden er nieuwe longitudinale data verzameld in de Maastricht-studie. Dus over enkele jaren weten wij het antwoord op deze vraag. Maar dan is natuurlijk nog de vraag, hoe komt dat nu? Wat is nu de onderliggende etiologie? Waarom vinden we dat de hersenen bij mensen met diabetes er anders uitzien dan bij mensen zonder diabetes? Er zijn een aantal etiologische hypothesen waarvan ik er enkele zal toelichten. Stel je voor dat de hersenen van iemand met diabetes zich de hele dag in een badje met suikerwater beginnen. U moet weten dat de hersencellen geen actieve glucosetransporter hebben. En dat daardoor is hetgene wat zich buiten de cel bevindt, die hoge suikerspiegels, dat komt via osmose ook in de cellen terecht. Nou, de hersenen worden er een beetje plakkerig van en er vindt versuikering plaats, niet alleen aan de buitenkant, maar dus ook binnenin. Onderzoek van mijn collega's in het experimentele lab van de interne geneeskunde laten zien dat hoge suikerwaardes leiden tot versuikering van eiwitten in de cellen. Die eiwitten slaan neer in de cellen en veroorzaken daar allerlei reacties, variërend van oxidatieve stress tot ontsteking. Dat dit soort reacties schadelijk kunnen zijn voor hersencellen mag duidelijk zijn. Het inzicht is dus dat diabetes effect heeft op de hersenen. Soms zien we dit zelfs al in de prediabetesfase. Er zijn minder verbindingen tussen de hersengebieden te zien en een mogelijk mechanisme is de versuikering die in de hersenen plaatsvindt. Het is met name belangrijk om de hersengezondheid van diabetespatiënten te beschermen. Al is het maar omdat je je hoofd erbij moet houden als je je insulinebehandeling moet volhouden. Want één keer insuline te veel kan ernstige gevolgen hebben. Zoals ik eerder aangaf, hebben mensen met diabetes ook een grotere kans op depressie. En dat niet alleen, het omgekeerde is ook het geval. Mensen met een depressie hebben een grote kans op diabetes. De relatie gaat twee kanten op. En er zijn verschillende verklaringen. Vanuit de psychologie is er grote aanhang voor de burden of disease hypothese. De last van de ziekte die de diabetes met zich meebrengt, leidt tot een depressie. Dat geeft inderdaad een goede verklaring waarom mensen met diabetes meer kans hebben op een depressie. Maar niet voor het omgekeerde verband. Wat als die hoge suikerwaardes, dat padje van suiker waar de hersenen in liggen, ook invloed hebben op het ontstaan van een depressie? Of is het juist de diabetes die schade geeft aan de bloedvaatjes? En wat blijkt? Op basis van een meta-analyse van de internationale literatuur kunnen we concluderen dat die schade aan de kleine bloedvaatjes in de hersenen, die witte stoflesies, gerelateerd zijn aan het ontstaan van depressieve klachten. En er is verder bewijs dat niet alleen de microcirculatie een rol speelt, maar juist ook die verhoogde glucose zelf. Langdurig hoge glucosespiegels zijn gerelateerd aan het nieuw optreden van depressies. Dat hebben wij onderzocht met een systematisch literatuurstudie.
Dit zijn zowel twee deeloorzaken die een common ground kunnen zijn voor gezamenlijk voorkomen van diabetes en depressie. En ik verwacht dat we er nog meer zullen gaan vinden. Wat onmisbaar is voor dit onderzoek is goede longitudinaal verzamelde data. Maar helaas wordt depressie nog niet altijd erkend als een complicatie van diabetes. En dit heeft tot gevolg dat klinische trials, waarin onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld nieuwe glucoseverlagende medicijnen, depressie niet altijd meenemen als primaire uitkomstmaat. De aandacht gaat uit naar klassieke complicaties van diabetes, hart- en vaatziekten, problemen aan de nieren, ogen en zenuwen. Het inzicht dat depressie meer voorkomt bij diabetes komt dus niet van klinische trials, maar vooral van epidemiologisch onderzoek. En onderschrijft dat epidemiologische studies zich niet moeten beperken tot een specifieke ziektebeelden of symptomen, maar juist een zo breed mogelijk net van metingen en diagnoses moeten uitzetten, zodat onbekende verbanden in kaart kunnen worden gebracht. We gaan weer even terug naar Marlies. Ook haar hersenen zijn jarenlang blootgesteld aan hoge glucosespiegels. Maar gelukkig heeft ze daar nog geen last van. Waar zij wel last van heeft, zijn schommelende glucosespiegels, een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Dit zijn bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten. En volgens de standaard van het Nederlands Huisartsgenootschap moet het ook behandeld worden, zeker bij mensen met diabetes. Dus naast haar dagelijkse metforminepillen, 3 keer per dag, krijgt ze er een glucoseverlager bij en een bloeddrukverlager en een cholesterolverlager. Ze schaft maar een pillendoos aan om al die medicatie maar niet te vergeten. Werkt dit onvoldoende, dan zal ze insuline moeten gaan spuiten. Ondanks deze behandeling blijven haar glucosespiegels onvoorspelbaar. Ze schommelen gedurende de dag en zitten veel al te hoog. En dit ondanks alle inspanningen die zij erin steekt om haar glucosespiegels te reguleren. En te leven volgens de leefregels, gezond eten, voldoende bewegen en afvallen. Zij raakt ernstig gedemotiveerd over haar diabetesbehandeling. Wat voor veel mensen onbekend is, ook onder zorgverleners, is dat 1 op de 3 mensen met diabetes last krijgt van stress door diabetes. Ook wel diabetes distress genoemd. 1 op de 3. Laat dat even op u inwerken. Dat zijn dus echt heel veel mensen met diabetes. De term diabetes distress verwijst naar de negatieve gevoelens en ervaringen die mensen met diabetes hebben als gevolg van hun ziekte. Bijvoorbeeld angst voor complicaties. Zorgen over een te hoge of een te lage glucose. Moeite met je altijd maar houden aan het gezonde eten en drinken en het schuldgevoel als je die niet aan kunt voldoen. En zelfs gevoelens van burn-out. En bij diabetes distress is er zelfs sprake van een verhoogd mortaliteitsrisico. Distress is ongeveer net zo slecht voor je als het hebben van een hoge bloeddruk of roken. En hoewel er steeds meer bekend wordt over die impact van diabetes distress, is er in de reguliere diabeteszorg nauwelijks aandacht voor. En terwijl het wel een belemmering vormt voor een goede diabetesregulatie. En met die achtergrond zijn dokter Behiye Oskan en ik in samenwerking met het Diabetesfonds een project gestart om diabetes distress beter bekend te maken. Zowel bij mensen met diabetes als bij zorgverleners. Dit is een mooi voorbeeld hoe we wetenschappelijke resultaten kunnen vertalen naar de klinische praktijk. We zetten wetenschappelijke kennis om, doen aan translatie en vervolgens brengen we dit terug naar de reguliere zorg en verzorgen de implementatie van opgedane kennis. Zo benutten we die empirische cyclus optimaal voor verbetering van zorg en het voorkomen dat mensen met depressie nog ernstiger ziek worden. Een vorm van secundaire preventie. Marlies heeft het dus niet gemakkelijk met haar diabetes. Toch slagen we erin met de therapie de levensduur van mensen met diabetes te verhogen. De prognose gunstiger te maken. En een van de kernoorzaken hiervan is dat de behandeling voor hart- en vaatziekten in de afgelopen decennia sterk verbeterd is.
ook voor mensen met diabetes. Zij leven dus langer, maar vaker met hart- en vaatziekten. En daarmee ook de kans dat zij andere, niet klassieke complicaties van diabetes kunnen ontwikkelen. Maar kunnen wij het niet een beetje makkelijker maken voor Marlies? U ziet Marlies hier te midden van haar vriendinnen. Van hen ontvangt zij veel steun in haar pogingen om gezond te leven en haar diabetes onder controle te krijgen. Het is reeds jaren bekend dat sociale netwerken een aanzienlijke invloed hebben op gezondheid en ziekte. Een groot en divers en ondersteunend sociaal netwerk beschermt tegen het ontstaan van chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Er is vooral onderzoek gedaan naar de sociale factoren alleen wonen en sociale steun. Dit zijn makkelijk te meten begrippen. Maar zoals u alle weet, bestaat zo'n sociaal netwerk uit vele lagen. We weten uit de literatuur dat alleen wonen en gebrek aan sociale steun zijn gerelateerd aan het ontwikkelen van diabetes. Alleen wonen geeft zo'n 50% verhoogd risico op diabetes, vooral bij mannen. En dat is vergelijkbaar met het risico dat obesitas geeft op diabetes. Belangrijk om te weten, verschillende onderzoeken laten zien dat er mediatie is door leefstijlfactoren, zoals obesitas, roken en gebrek aan fysieke activiteit. En laten dat nu net de preventiedoelen zijn van diabetes. Maar dit zijn natuurlijk ook de doelen die erg lastig zijn te bereiken in je eentje. Klinische studies, waarin streng regime op gewichtsverlies wordt gevoerd, laten zien dat deelnemers dan ook echt gewicht verliezen. Maar zodra de begeleiding van zo'n studie stopt, zien we maar al te vaak dat mensen terugvallen. Hun gewicht neemt toe, soms zelfs tot boven hun startgewicht. Ik wil pleiten voor een aanpak waarbij we personen met een hoog risico op diabetes samen met hun netwerk laten werken aan gezondheidsdoelen. Omdat ik verwacht dat daar veel meer rendement mee bereikt kan worden. Hard bewijs hiervoor ontbreekt. Maar je laten coachen door een bekende of een familielid bij het meer bewegen klinkt al veel leuker dan in je eentje naar de sportschool gaan. Bovendien boren we hiermee een doorlopende bron van ondersteuning aan die buiten de zorg ligt. Juist in deze tijd waarop de druk op gezondheidszorg groot is, zijn initiatieven voor gezondheidsbevordering buiten de zorg om hard nodig. Het inzicht is dus dat wij ons sociale netwerk hard nodig hebben om gezond oud te worden. En dat, deze nieuwe aanknopingspunten biedt voor effectievere preventie. Ik laat u hier gegevens uit het sociaal netwerk van de Maastricht-studie zien. Bij het blauwe bolletje, dat is een deelnemer aan de Maastricht-studie. En we zien dat er personen om hem heen zijn met allerlei verschillende rollen. In het oranje zijn de familieleden. In het rood is de partner. De gele bolletjes, dat zijn de vrienden. En in het groen een kennis of collega. Sommigen dichtbij, anderen wat verderaf. Wat we hier zien is iemand uit de Maastricht-studie die diabetes heeft. En u ziet, als het goed is, dat het een kleiner netwerk is. Laat hem nog even zien. Het netwerk is kleiner en minder divers en staat als het ware wat dichter bij de patiënt. Maar is dat nu erg om een kleiner sociaal netwerk te hebben? Ja, want we weten dat mensen uit het sociale netwerk die wat verder van je afstaan, doorslaggevend kunnen zijn voor gedragsverandering. Juist in dit deel van je netwerk zitten mensen of die wel invloedrijke anderen noemen. Mensen die bijvoorbeeld een compleet andere leefstijl hebben dan jijzelf. En daardoor een bron van steun en praktische tip kunnen zijn. Onderzoek naar de relatie tussen sociale netwerken en diabetes staat nog in de kinderschoenen, maar is veelbelovend. Als we specifiek naar de complicaties van diabetes kijken, dan zijn er een aantal mooie studies gedaan. Dit onderzoek laat zien dat een kleiner sociaal netwerk en minder sociale steun relateren op een grotere kans van de klassieke complicaties van diabetes, hart- en vaatziekten en chronische nierziekten. Het nadeel van deze studies is
dat het sociale netwerk slechts grofmazig is gemeten. Waardoor het vrijwel onmogelijk is om interventies te ontwikkelen die aangrijpen specifiek op de juiste delen van het sociale netwerk. Juist daarom is onderzoek met heel gedetailleerde informatie, zoals ik u net heb laten zien in de Maastricht-studie over die sociale netwerken, onmisbaar. Toch lukt het ons in de praktijk niet om onderzoekssubsidies die juist hierop gericht zijn te verwerven, ondanks diverse pogingen. Wat mij betreft een gemiste kans van de subsidieverstrekkers, want in potentie is er veel te winnen. En dit terwijl we tijdens de coronacrisis toch hebben geleerd dat gebrek aan sociale contacten zoveel gezondheidsschade kan toebrengen. Ik zal me er dan ook voor blijven inzetten om het sociale netwerkonderzoek bij diabetes serieus van de grond te krijgen. En één advies voor u allen: investeer in uw sociale netwerk. Dat is niet alleen leuk, het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Ik heb u een aantal voorbeelden en inzichten laten zien van onderzoek dat ik in de komende jaren zal voortzetten. Van grensverleggend onderzoek dat zich richt op het ontrafelen van etiologie, bijvoorbeeld met die geavanceerde hersenscans. Een onderzoek dat zich laat vertalen en implementeren in de klinische praktijk, het onderzoek over diabetes distress. En hypothesevormend onderzoek dat zoekt naar nieuwe preventie- en behandeldoelen voor mensen met diabetes. Het sociale netwerkonderzoek. En nu wil ik u schetsen wat nodig is om dit soort onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wat ik u heb laten zien zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijzondere epidemiologische infrastructuur die Nederland rijk is. Die infrastructuur vormt het fundament. Zoals deze mooie oude Sint-Servaasbrug over de Maas in Maastricht. Deze brug zorgt al vanaf de 13e eeuw voor verkeer in en uit de binnenstad. Zonder brug geen verkeer. En analoog daaraan, zonder fundamentele infrastructuur, geen nieuwe wetenschappelijke inzichten. De infrastructuur van epidemiologisch onderzoek bestaat in de eerste plaats uit mensen. Toegewijde epidemiologen en onderzoeksmedewerkers die gegevens verzamelen bij mensen uit de algemene bevolking. En natuurlijk de vrijwilligers die deelnemen aan bevolkingsonderzoek en belangeloos hun tijd beschikbaar stellen. Van jong tot oud, van Groningen tot Maastricht, van gezond tot ziek. Eveneens is er een organisatorische en technische infrastructuur nodig om grote groepen deelnemers te kunnen onderzoeken. Met veilige dataopslag en goede cleaning van onderzoeksgegevens door datamanagers. Dit vergt op alle terreinen toewijding, precisie en vooral die menselijke component. Epidemiologisch onderzoek is mensenwerk. Zonder onze deelnemers en onze medewerkers zijn we nergens. Nederland is koploper wereldwijd in epidemiologisch onderzoek. En heeft door heel Nederland heen prachtige cohortstudies lopen. Eén daarvan is de Maastricht-studie, waar ik en velen met mij in de afgelopen 16 jaar met hart en ziel aan hebben gewerkt. Ik spreek dan ook van harte uit dat het MUMC Plus en UM-bestuurders zullen blijven investeren in deze infrastructuur. Voor de lange termijn van Nederland is nieuwe kennis opgedaan uit cohortstudies van cruciaal belang voor de volksgezondheid. In het bijzonder voor Zuid-Limburg, waar de gezondheid achterloopt bij de rest van Nederland. 11 van deze cohortstudies hebben zich verenigd in het Nederlandse Cohortenconsortium. Een grootschalige wetenschappelijke infrastructuur van epidemiologisch onderzoek in Nederland. In het NCC, zoals we dat in het kort noemen, stellen we ons tot doel om die koppositie op het wereldtoneel van epidemiologisch onderzoek te behouden en uit te bouwen. Met dit initiatief brengen wij gezondheidsgegevens van meer dan 400.000 Nederlanders bij elkaar. Dit geeft ons nog meer statistische powers om vroege risicofactoren voor ziekte op te sporen en nieuwe kennis over preventie te genereren. Het geeft ook de mogelijkheid om beter onderzoek te doen naar die gemeenschappelijke oorzaken van chronische ziekte. Ruim 2/3 van de 65-plussers in Nederland
leidt aan 2 of meer chronische ziekten tegelijkertijd. Meer kennis over hoe chronische ziekten in combinatie tot elkaar ontstaan, en hoe wij dit kunnen voorkomen en hoe we dit moeten behandelen, is o zo nodig. Essentieel blijft dat we hier de juiste onderzoeksvragen blijven stellen, de juiste methodologie toepassen en valide onderzoeksgegevens gebruiken. De epidemiologie met bijbehorende infrastructuur vormt hiervoor het fundament. Dat epidemiologisch onderzoek van grote meerwaarde is voor studenten, zullen alle stagiaires gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen en geneeskunde kunnen beamen. Zeker in coronatijd was het maar wat fijn dat er data beschikbaar waren. Die data zijn onmisbaar om je stage te kunnen uitvoeren. Gelukkig zijn die uitbundig voorhanden in cohortstudies. Vele studenten en promovendi hebben bijgedragen aan het werk dat ik u vandaag heb laten zien. Met name promovendi zijn de motor achter de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Talent moet je de ruimte geven, is een uitspraak van een van mijn leermeesters. Ik hoop dat in mijn werk als hoogleraar te kunnen voortzetten. Het is een voorrecht om jullie vooruit te mogen helpen in jullie wetenschappelijke carrière. Uit een recent persbericht blijkt dat er een verontrustende daling is in de groei van het aantal vrouwelijke hoogleraren. Gelukkig ben ik vandaag bijgekomen, hè? Maar waar we beginnen in de opleiding met meer dan 50% vrouwen, ligt het aandeel van vrouwelijke hoogleraren slechts rond de 30%. In het huidige tempo van veranderingen komen we pas in 2045 uit op een gelijke man-vrouw verdeling. Ja, en dat ligt niet aan de kwaliteit van onze vrouwelijke studenten. Ik stel voor dat we daar iets meer vaart mee maken. En zeker nu vrijwel de volledige top van de Universiteit Maastricht en het MUMC Plus vrouw is, zie ik daar kansen. Laat mij benoemen wat mijn ambities zijn voor de komende jaren. Een uitgestoken hand om de krachten te bundelen, multidisciplinair samen te werken en waar mogelijk verbindingen te leggen. Niet alleen in het MUMC Plus, maar juist ook daarbuiten. Naar het Erasmus MC, waar ik deels werk, het NCC en uiteraard naar de landelijke partijen die zich met grootschalige wetenschappelijke infrastructuren bezighouden. Goede data genereren over het voorkomen van diabetes en al haar complicaties vormen de basis van het epidemiologische onderzoek naar diabetes. Ik zal mij ervoor inzetten dat deze dataverzameling wordt geoptimaliseerd, zodat we een goed beeld van diabetes in Nederland hebben en houden. Gedegen onderwijs aan studenten, promovendi en promovendi over epidemiologie, methodologie, diabetes en de risico's en over preventie. Maar ook met aandacht voor die vertaalslag naar de praktijk van preventie en zorg. Tot slot enkele woorden van dank. Het aantal mensen dat op enige manier heeft bijgedragen aan mijn benoeming is groot. Allereerst mijn dank aan het bestuur van de Universiteit Maastricht en het MUMC Plus voor het in mij gestelde vertrouwen. Mijn leerstoel is ingebed in 2 onderzoeksinstituten. Karim onder leiding van Tilman Hakkeng en Mens onder leiding van David Linde. Maar ook in het Hart- en Vaatcentrum onder leiding van Michel Jacobs en bij de afdeling interne geneeskunde. Voorheen onder leiding van Koen Steehouwer en nu vertegenwoordigd door Mark Hemmelder en Martijn Brouwers. Van harte dank voor de steun en het vertrouwen dat ik van jullie heb ontvangen. En daarnaast is er natuurlijk de Maastrichtstudie, de MT-leden, de medewerkers van het onderzoekscentrum, de datamanagers, de co-eigenaren, de promovendi en de studenten. Al die mensen die zo broodnodig zijn voor het uitvoeren en tot bloei brengen van een cohortstudie. Het is mijn overtuiging dat ik zonder jullie niet aflatende inzet niet had gestaan. Ik vertrouw erop dat de Maastrichtstudie als onderzoeksinfrastructuur haar waarde heeft bewezen en daarom zal blijven voortbestaan.
Ik hoop dat samen met jullie te mogen doen in de komende jaren. En dan een woord van dank voor mijn relatief nieuwe collega's van de afdeling epidemiologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Aan Arvan Ikram als afdelingshoofd voor het in mij gestelde vertrouwen. Het is een verrijking om ook in Rotterdam te mogen werken. En ik vind het geweldig om te zien dat er zoveel collega's zijn afgereisd naar die andere stad langs de Maas. Ook mijn dank aan het NTR, het Nederlands Tweelingenregister. Als 15-jarig meisje ging ik samen met mijn tweelingzus Marjolein, waar zit je? Helemaal vanuit Brielen, met het openbaar vervoer, naar de VU in Amsterdam. We kregen een dag vrij van school om mee te doen met het tweelingonderzoek waarom mijn moeder ons voor had opgegeven. En we kregen ook nog reiskostenvergoeding van de VU. Dat was natuurlijk onweerstaanbaar als 15-jarige. En hier is wellicht het eerste vonkje voor mijn loopbaan in de medische wetenschap ontstaan. Ik had eigenlijk gehoopt dat Dorette en Jenny er vandaag zouden zijn, maar ze zijn op het laatste moment verhinderd. Dus die foto voor de Twinfo die moet nog even wachten. Tot slot de basis van mijn sociale netwerk. Mijn familie en schoonfamilie. Twee rijen dik hier in de zaal. Het is heel fijn om in een groot gezin op te groeien en zoveel gezelligheid en support van jullie te mogen ontvangen. Super dat jullie er allemaal zijn. Behalve dan Femke, mijn nichtje, die moet vandaag toetsen maken. Dus ik hoop dat het allemaal goed is gegaan vandaag, Femke. En dan mag je zien, Magiel, Nienke en Sophie. Nienke en Sophie, ik ben trots op jullie. En ook op dat jullie nu zonder hapering het woord diabetes epidemiologie kunnen uitspreken. Nu ik nog. Magiel, mijn rots in de branding. Ook in de verbeelding van deze reden. Dank je wel. Ik heb gezegd. Je voordracht, zowel inhoudelijk, maar ook qua beelden. En dat is heel erg belangrijk, want communicatie is een heel belangrijk middel om de doelen die jij hebt te realiseren en onder de aandacht te brengen. Van harte proficiat, en daar wil ik nou ook heel graag jouw man en kinderen bij betrekken. Ik heb begrepen dat de actieve levensstijl die je propageert, dat je dat ook al privé en tijdens vakanties, dat jullie dat samen met elkaar beleven. Ik ben trots op je, Maastricht is trots op me. Ik kijk even naar links, want ik weet ook dat ik namens het Erasmus MC spreek, niet alleen namens je collega's, maar ook namens Stefan Slijver, de decaan van het Erasmus MC. Volgens mij is het nu tijd om de vele mensen hier in de zaal de gelegenheid te geven om jou te feliciteren. En dat zal jullie niet verbazen dat Miranda mij daar ook de lead in heeft genomen en mij wat instructies heeft gegeven. Straks gaat het cortège de zaal verlaten. Wij gaan dan naar de refter. Om Miranda te feliciteren. Daarna kan de rest van de zaal eigenlijk ons volgen, maar het is niet de bedoeling dat jullie op een gegeven moment in de kale gang in de rij blijven staan. Het is de bedoeling dat jullie gewoon ook de zaal mee binnengaan en dan onder het genot van een drankje en een hapje wachten totdat je de gelegenheid hebt om Miranda te feliciteren. Omdat er heel veel mensen zijn, en ja, ze zegt het zelf, is het zo dat een aantal van jullie gaat vanavond ook nog wat met haar ondernemen. En als het aan Miranda ligt, dan hoeven jullie hier niet in de rij te blijven staan, maar kunnen jullie ook alvast naar die locatie gaan om daar straks uitgebreid met haar feest te vieren.
Volgens mij heb ik het nu allemaal goed gezegd. Ik kijk er nog even aan en dan sluit ik hierbij deze academische zitting.